Lars Belk staat hier kort na afloop van de 4-0 overwinning op Spanje. Een mooie overwinning zou je kunnen zeggen, gezien de uitslag, maar hoe zou jij hem omschrijven? Ja, ik denk niet per se een mooie wedstrijd, maar ik denk een hele belangrijke overwinning voor ons en daar gaat het op dit moment om. Ja, niet heel mooi, niet geen mooie wedstrijd, dat heeft alles te maken met die eerste helft dan, denk ik. Ja, ik denk de eerste helft was een beetje onwennig vanuit onze kant. Spanje stond goed, vond ik. Hoge druk, hadden we moeite mee. Tweede helft hadden we hier en daar wat aanpassingen, waardoor we beter stonden. En ik denk, ja, dat pakt goed uit, aangezien we dat 4 keer scoren ook. De eerste helft was inderdaad gewoon slordig en we moesten eigenlijk een beetje wakker worden en op elkaar inspelen. Een tijdje niet met elkaar rockied en dat zag je in de eerste helft ook wel. Maar de tweede helft was schoon eraf en dan zag je dat we de score uit konden breiden, dus dat was mooi. Ja, over de eerste helft gesproken, jij noemt het wakker worden, maar volgens mij was jij de eerste die een grote kans had vandaag in de wedstrijd. Al vrij snel, hè? Ja, klopt. Ik kreeg gelijk een duw. Dus ik twijfelde eigenlijk om de videostrijders aan te vragen. Maar dat had ik eigenlijk moeten doen achteraf. Dat was zonde. Ja, ik had het eigenlijk moeten maken ook. Dus, Wat voor afspraken zijn er over? Hè? Voel jij op het moment, hè, als je zeker weet dat jij de VAR mag aanvragen, dan moet je het doen? Of ja, wat zijn daar de afspraken voor? Dat weet ik niet echt precies, de afspraken. Maar als je zeker weet, dan moet je hem gelijk aanvragen. En als je een gevraagd en teamgenoot is het echt zo, dan ga je natuurlijk aanvragen. En misschien in het begin van de wedstrijd durf je dat nog niet. Dat staat in mijn achterhoofd. Van als je hem gelijk verliest, weet je, dan ben je kwijt. Dus maar achteraf, ja, ik moet de beeld terugkijken. En dat ik denk wel de straf op was uiteindelijk. 4 keer scoren, de 0 gehouden, dat is lekker. Maar je scoort vandaag ook een goal, een mooie goal. Hoorden wij de bondscoach Max Kallas al zeggen. Ja, vertel eens over die goal, omschrijf hem eens. Ja, ik kom niet vaak in de cirkel. Bij de corner, ik sta als tweede stopper. Mink pusht hem op goal. Die stond als rebound, die miste hem. Lag in één keer voor mij een stik. En ja, ik denk niet denken, maar gewoon uithalen. En hij zat er goed in. Is dat lekker, scoren voor eigen publiek, zo in de Pro League? Ja, het is wel mooi, maar ik ben het niet gewend. Dus het is bij mij altijd raar. Ik weet niet hoe ik moet juichen. Maar natuurlijk is het mooi. Maar op dit moment is die overwinning veel belangrijker. En het is leuk dat ik score, maar dat is het ook. 4-0 overwinning dankzij een hele sterke tweede helft. Hoe zou jij de tweede helft omschrijven? Ik denk dat we eigenlijk een beetje in de ritme kwamen. En gewoon lekker konden hockeyen en meer op elkaar ingespeeld raken. En nou ja, dan zag je gewoon dat we een beetje in flow raken. De basis was goed en we konden haar vinden. Dus dan gaat het vanzelf eigenlijk. Vanzelf hier voor jouw vertrouwde terrein, hè, Rotterdam, jouw club. Het was je tweede interland hier. Je hebt natuurlijk hier ook al tegen Duitsland gespeeld. Als je die twee interlands met elkaar zou moeten vergelijken, welke springt er dan uit? Nou, deze, by far eigenlijk. Door de uitslag? Ook door de uitslag, maar ook de tegenstander wilde iets meer hockeyen. Duitsland was heel erg aan het ingraven en had aan één kansje genoeg om te winnen. Deze was gewoon lekker om te hockeyen en lekker elkaar in te spelen. Dus deze was by far wel de leukste. Toch, de wedstrijddag begon met natte sneeuw, maar eindigt nu met een zonnetje. Hoe was het voor jou hier om in dit zonnige stadion voor 5000 man te spelen? Ja, nee, we waren meer dan vorige keer. Dus het was eigenlijk fantastisch dat we zoveel man op de tribunes hadden. Dus ik raakte iets meer gewend dan de vorige keer. Vorige keer was het een beetje aftasten van heel veel mensen op je eigen club. Komt bijna niet zoveel voor, behalve bij play-offs. Maar het was gewoon een waanzinnige sfeer ook. Zeker ook met Volkslied, dat ze mee gingen zingen. Dus dat was heel mooi. Deze overwinning betekent jullie tweede zege in de Pro League. Na 6 duels, 2 overwinningen en 9 punten. De punten waren hard nodig. Hoe kijk jij ernaar? Ja, nee, helemaal mee eens. De punten waren hard nodig om aansluiting te houden met top 4. En we zeiden ook tegen elkaar, we moeten deze gewoon winnen. Maakt niet uit hoe, we willen gewoon winnen. En dat we dat voor elkaar hebben gekregen is fantastisch, zeker. Van gisteren de bondscoach. Na jullie laatste training, hij zei, die punten is misschien een beetje nog niet echt belangrijk. Die komen later pas, maar kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het nu wel belangrijk is, hè, die 3 punten. Ja, tuurlijk. Ja, je wil altijd winnen. En vooral voor het thuispubliek, voor een mooi sfeertje in Rotterdam. Mijn complimenten naar Rotterdam, hoe mooi is het hebben georganiseerd. Voor mij de eerste Pro League wedstrijd thuis. Die 3 punten thuis wil je altijd pakken.